achtergrond, als ze op voorgrond komen, dan krijg ik vaak een prode kritiek. Hm. Je mag er nou eigenlijk niet aan hebben die de partijen verbinden kent, die het uitstraalt van jongen, een people's meisje. Zezen ze namen. Ja, dat vind ik heel moeilijk op dit moment. Ja. Ik zou zeggen, Luc Eisinga. Wist daarom? Dat is een Fries. Die kent Jern Veen, die kent de mentaliteit van deze provincie. Komt hij in het hutfietsen? Precies. Het in het hutfietsen op hoog niveau actief was. Bij T-Mobile, die toenmalige grote Duitse ploeg. Zit ik in bestuurlijke perikelen, zeg maar, want hij zit in een soort belangenvereniging. Lang verhaal, maar in het hutfietsen. Dus hij weet ook wel een beetje hoe politiek werkt. Nou ja, het lijkt mij dat hij dan de goede eigenschappen heeft hiervoor. Dus ik zou zo'n soort type. Maar ze maakt vooral net wel in het bedrijfsleven en een mediator en al dat soort. Ik heb al die ideeën die je van Angersboekers kijkt weer. Maar die, ik geloof dat dat nooit wordt. Maar ik bedoel, wij weten zelf, ik, die man die leven voetbal. Wat hij al net van voetbal in Witte, dat is net al Johan. En ze kennen natuurlijk geweldig met meesken omgaan. Ja, maar een mooie kandidaat. Ze maakt er wel zin in. Hè, want ja. Ik zie maar niet die het hier instapt. Ja, in dit wespennest, absoluut. Ja. Ja, goed, het zo mooi weer. Maar Luc Eisinga, zeker een optie. Ja, dank Gerard van die verhaal.